In deze editie van de ATV Vaderdagserie praten we met volksvertegenwoordiger Aziz Kumar Gayadin. Hij zegt dat vaders een zodanige rol moeten vervullen dat hun kinderen de juiste waarden en normen meekrijgen. Alleen op deze manier zal de jeugd van vandaag het land goed kunnen besturen in de toekomst. Ik denk dat je als vader een voorbeeldfiguur, voorbeeldfunctie moet dienen voor je kinderen. En natuurlijk moet je veel tijd besteden met je kinderen. Daar ben ik heel slecht in, al zeg ik het zelf. Gewoon vanwege omstandigheden en werk. Dus dat we zien dat dat niet correct is. Dus daar wat mij betreft. Maar ik denk dat we oproepen in samenleving. Nogmaals, ik blijf benadrukken dat het gezin een belangrijke rol speelt in de maatschappij. Als we goede en sterke gezinnen hebben, zal zo'n maatschappij ook sterk en versneld kunnen groeien. Gayadin gelooft erin dat het elke dag Vaderdag is en roept alle vaders op om zich te bezinnen. Hij roept ook kinderen op om hun vader te koesteren, aangezien de tijd heel snel gaat. Ik heb heel vroeg ook geen vader gehad, dus laten we dat koesteren. Dat van het hebben van een gezin en dat kinderen opgroeien in een gezin, dat blijven koesteren. Dat we niet een situatie hebben, we hebben veel gezinnen waarbij kinderen zonder vader verder opgroeien. We blijven bezinnen en dat blijven oproepen en bewustwording en een situatie creëren waarbij dan de vaders, die ook hun rol als vader blijven vervullen en geen kinderen loslaten in een maatschappij waarbij ze kinderen zelf verwekt hebben. Gayadin benadrukte dat zowel de vader als de moeder heel belangrijk zijn bij de opvoeding van kinderen. Daarom pleit hij ervoor dat het gezinsleven behouden wordt.